And the material, I think I choose already wood because it's more easy to handling, easy to cutting, easy to explode anyway. It's not so long life, but at least we can fix it very strongly. So I hope it will be stay longer. At least 10, yes, 10 years or maybe more. Every day just progressing. For example, like last weekend, we had a presentation for the public, and then the neighborhood said something, another idea. Then we discuss with students, then we accept some idea. So it's day by day. So all this idea, all this construction idea come from the student and me. Not only me, to the artist decide like this, not like that. So the art and architecture student come from Hasselnoot, do very well. And I'm really happy to the work. Kawamata is eigenlijk een persoon die heel direct werkt. Wij zijn als studenten heel erg gewoon om alles voor te bereiden, aan de leerkrachten te tonen, opnieuw een goedkeuring te krijgen, vooraleer dat wij echt gaan opbouwen. Nu, hier is dat op 2 dagen ontzettend snel gebeurd. Nu, de eerste 2 dagen waren de schetsfases, het ontwerpen zelf. En vooraleer dat we eigenlijk een definitieve maquette hadden uitgevoerd, of dat wij plannen hadden uitgevoerd, heeft hij gezegd van, jongens, pak die balken vast, zet ze in de grond, timmer het gewoon aan elkaar en we kijken wel of het blijft staan. Nu, die werkt heel erg situ-specifiek en dat was voor ons een hele uitdaging eigenlijk, om gewoon te doen en op te lossen ter plaatse en niet te lang over na te denken. En dat is heel erg positief, dat kan ons heel veel bijleren.